Rutger Bregman, de meeste mensen deugen. Het staat al een tijdje op 1 op de top 10. Dus iedereen wil dat graag horen. Dat is duidelijk, dat de meeste mensen deugen. En ik moet zeggen dat ik zelf ook met plezier aanhoor dat de meeste mensen deugen. Want ik heb in mijn jeugd wel anders gehoord. De mens was ganselijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zoals in Heidelbergse Catechisme staat. En daar staat ook in dat de mens van nature geneigd is God en zijn naaste te haten. Nou kun je God niet haten, want die bestaat helemaal niet. Maar goed, je naaste kun je natuurlijk wel haten. Maar dat je niets anders wil dan haten is een beetje overdreven. Ik kreeg als kind ook altijd te horen. Moest ik zo'n liedje opzeggen. Ik ga slapen, ik ben moe, ik doe mijn beide oogjes toe. Heer, houd deze nacht over mijn getrouwde wacht. En het tweede couplet luidde. Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mijn rein. Dacht, godverdorie, wat voor zonde heb ik nou eigenlijk gedaan? Helemaal niks. En dan moet ik iedere avond zeggen, schoon mijn zonden vele zijn. Dus die boodschap dat de meeste mensen deugen viel bij mij wel in goede aarde. Ik vind het ook een heel leuk boek om te lezen. Het is mooi helder geschreven, heel duidelijk. Het is heel precies en mooi in zijn formuleringen. En ik vind dat verhaal over het boek van Golding, Lord of the Flies. Dat gaat over jongens die op een onbewoond eiland terechtkomen en elkaar uiteindelijk allemaal afmaken. Daarvan zegt hij, ja, dat is een roman, maar in werkelijkheid ging het heel anders toen 8 jongens op een onbewoond eiland terechtkwamen. En daar geeft hij dan een mooi voorbeeld van, dat heeft hij helemaal uitgezocht. Vind ik allemaal perfect gedaan. Heel leuk. Heel mooi om te lezen. Maar toch geloof ik dat de stelling dat de meeste mensen deugen een beetje aanvulling behoeft. De meeste mensen deugen zolang ze niet beproefd worden. Maar zodra er problemen ontstaan, als je honger krijgt, of bij faillissementen, of bij erfeniskwesties, of bij echtscheiding, nou dan kun je pas zien of de mensen deugen. En ook bij seksuele jaloezie kunnen de hartstochten hoog oplaaien en dan kun je ook zien of mensen deugen of niet deugen. En dan blijkt toch vaak dat mensen waarvan je het helemaal niet had verwacht, de raarste en de gemeenste dingen uithalen. Dus de meeste mensen deugen zolang ze maar met rust gelaten worden en ongemoeid gelaten worden en hun eten en drinken hebben en niet beproefd worden op het gebied van erfenissen, faillissementen of bij seksuele jaloezie. Dat is volgens mij de juiste titel eigenlijk van het boek.